Waarom vinden slimme vrouwen geen nieuw lief? Vanuit Lagaar 27 in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Laat mij beginnen met een vraag. Wie in dit publiek is jonger dan 25? Oké. Dit verhaal gaat niet helemaal over jullie. Jullie zitten op wat wij sociologen noemen de eerste partnermarkt. En op de eerste partnermarkt is de vraag niet of dat je lief vindt, maar wanneer dat je lief vindt. Dus relax. Leun achteruit. Geen probleem. De vraag is, wanneer vind ik dat lief? Ik ga het hebben over de tweede partnermarkt. En op de tweede partnermarkt, eens dat je al zo'n lange relatie gehad hebt en je bent door zo'n scheiding gegaan, op die tweede partnermarkt wordt de vraag veel sterker of dat je nog een lief vindt. En daar gaan we het over hebben. Ik ga terug een stukje in de geschiedenis gaan. En we gaan terug naar de jaren 70. Scheiden op dat moment was helemaal niet zo makkelijk. Want huwelijk was de hoeksteen van de samenleving. Scheiden werd u door de wetgever heel moeilijk gemaakt. En als je dat dan toch deed, ja, mocht je dan een nieuw lief? Ja, natuurlijk mocht je nog een nieuw lief. Maar de druk was heel hoog om dan toch maar terug te trouwen. En als we gaan kijken naar het vinden van een nieuwe partner in die huwelijkscohorten, dan zien we dat ongeveer, ja, na een vijftal jaar, ongeveer 50% van die mensen hertrouwd was. Fast forward in de geschiedenis, als we kijken naar de scheidingscohorte van na 1990, als je dan kijkt naar wie hertrouwt er, dan is er nog maar 30%. Zijn die dan verleerd om een nieuw lief te hebben? Nee, helemaal niet. Want ik heb het over hertrouw. In die jongere scheidingscohorte heeft 80% een nieuw lief. Alleen trouwen ze niet meer. Wat doen ze dan wel? Ze gaan samenwonen. Of, heel recent, ze starten een latrelatie. Geen meetlat. Living apart together. Dat wil zeggen, je hebt de lief, maar eigenlijk woonde daar niet mee samen. Dat is een beetje op afstand, een lief op afstand. 80% vindt een nieuwe partner. En ik ga het hier niet hebben over overspel. Laat ons overspel nu even achter. Dat is ongeveer 12-15%. 12-15% van de relaties eindigt door overspel. Dat wil zeggen dat je lief hebt voordat je gescheiden bent. Dan zijn er vroeg bij, zoals ze dat zeggen. Nee, we gaan het niet over overspel hebben. We gaan het hebben over je gaat uit elkaar, je staat alleen. En dan wil de nieuw lief. En daar wil ik het vandaag dan over hebben. Over het vinden van een nieuwe partner. Dat is het doel van deze les. Goed. Het vinden van een nieuw lief na een echtscheiding. Eigenlijk, als we... Ik ga de conclusie geven. Hè? Het gaat niet over chemie. Chemici gaan u vertellen van een lief vinden, dat heeft te maken met verliefdheid en dat gebeurt er van alles in uw hoofd, allerlei chemische processen. Daar zijn sociologen niet mee bezig. Het gaat ook niet helemaal gaan over online dating. Ja, als je een nieuw lief moet hebben, achter de computer. En dan vinden we wel een nieuw lief. Daar gaat het ook niet helemaal over. Nee, het gaat over drie heilige principes om een nieuw lief te vinden op de tweede partnermarkt. En wat zijn die drie heilige principes? Nood, de nood aan een lief, uw aantrekkelijkheid en de gelegenheid. Nood, aantrekkelijkheid, gelegenheid. Daar gaan we het over hebben. Laten we beginnen met nood. Je bent uit elkaar, je bent gescheiden. En veel mensen zeggen dan al, oh, voor mij... Geen vent niet meer, geen vrouw niet meer. Het hoeft even niet meer. Dat is een fase. Sommige mensen zeggen van, nee, ik hoef echt geen partner meer. En toch komt op dat moment de nood boven. Je moet zelf de nood voelen
aan een nieuw lief. En hoe komt dat boven? Wel, dat kan bovenkomen doordat je als alleenstaande komt uit van een tweeverdienersgezin en je moet plots het rooien met één inkomen. Dus je hebt het allemaal veel krapper. En sommige mensen, er is heel veel cijfermateriaal, dat is in heel Europa zo, alleenstaande ouders vooral, die komen nogal makkelijk terecht in armoede. En dus als uw financiële situatie echt krap is, dan ontstaat die nood terug aan een tweede inkomen. En dat tweede inkomen, dat zit bij je lief. Dus je krijgt een nood aan een nieuw lief. Wil je dan een nieuw lief voor het geld? Nee, zo werkt dat niet. Maar je gaat je radar terug openzetten omdat het krap is. En eens dat je radar openzet, dan is die nood daar. Andere mensen zeggen van, ja, ik kan hier niet alleen. Ik heb nood aan seksualiteit. Ik heb nood aan intimiteit. Ik mis dat, een partner in bed. En dat brengt die nood, die radar bij u boven. Nog andere mensen die zeggen van, ja, ik heb eigenlijk ook nood om met twee te zijn. Ik wil niet al die beslissingen alleen nemen. Ik moet elke dag elke beslissing alleen nemen. Of mensen die zich een beetje eenzaam voelen, die s'avonds alleen voor de tv zitten en zeggen van, hier zit ik nu. Dat is de nood vinden aan een nieuw lief, om sociale redenen. Dus die nood wil gewoon zeggen van, op dat moment moet er iets terug boven komen en je zegt van, ik ga op zoek. Dat is de eerste reden. Tweede was aantrekkelijkheid. En nu zie ik jullie allemaal denken aan een spiegel. En al die alleenstaanden voor de spiegel. Ik zie er eigenlijk toch nog wel goed uit. Oké, doet er wel een beetje toe. Er een beetje goed uitzien doet er toe. Maar je kan er ook voorbij kijken naar aantrekkelijkheid. Wie is er weinig aantrekkelijk op die tweede partnermarkt? Wel, het feit dat je gescheiden bent op zich maakt jou op die tweede partnermarkt al minder aantrekkelijk. En waarom? Ja, dat is ene met ervaring, hè? Die weet hoe dat moet, die weet de goede advocaten zitten. Dat is toch... Dat maakt u minder aantrekkelijk op die partnermarkt als je al een scheiding doorgemaakt hebt. Wat maakt u nog minder aantrekkelijk? Kinderen. Ja. Hoe zegt men dat in Vlaanderen? Dat is ene die met een pakketje komt. Zo noemen ze de kinderen dan op de tweede partnermarkt. Die komt met een pakketje. Je hebt partners zonder pakketje, je hebt partners met pakketje. Dus als je de zorg hebt voor kinderen, dan ben je minder aantrekkelijk op die partnermarkt. Omdat je weet, als je met zo iemand een relatie start, dat er ook de zorg voor kinderen bij komt, dat er ook een complexe samenwoonrelatie, misschien een nieuw samengesteld gezin, bij komt. Wat maakt u dan wel aantrekkelijker? Uw leeftijd in omgekeerde vorm. Hoe jonger dat je bent op die tweede partnermarkt, hoe aantrekkelijker dat je bent. En helaas werkt dat sterker voor vrouwen dan voor mannen. Eens de 35-40 voorbij, dames, wordt het moeilijker op de tweede partnermarkt. Dus uw aantrekkelijkheid daalt in sterke mate. En dat is minder voor mannen. Wat maakt u nog minder aantrekkelijk? Hè? Werkloosheid of een lager inkomen. Je bent aantrekkelijker op die partnermarkt als je goed verdient. Dan ben je een aantrekkelijke partner. Of als je een hoger opleidingsniveau hebt, dan weten ze u te vinden. Dus er zijn verschillende elementen die maken of dat je een aantrekkelijke partner bent, los van hoe dat je eruit ziet. En akkoord, je moet er ook nog een beetje goed uitzien om een kans te maken op de tweede partnermarkt. Maar dat speelt dus heel veel meer mee dan alleen maar die fysieke aantrekkelijkheid. Dus we hebben nood, uw radar moet opstaan. Twee, aantrekkelijkheid, je moet ook nog een mooie of een aantrekkelijke partner zijn op die markt. En wat is dan de derde? De gelegenheid. Het kan heel goed zijn dat je nood hebt aan een lief, dat je een groot inkomen hebt, dat je er goed uitziet en dat je dan thuis voor de tv blijft zitten. Dat gaat niet gebeuren. Als je thuis voor de tv blijft zitten, gaat het niet gebeuren. Je moet de partnermarkt op. En we noemen dat een huwelijksmarkt of een partnermarkt,
Maar je moet mensen ontmoeten. Nu, dat is anders als dat je 18 of 20 jaar bent. Dat is één grote partnermarkt dan. Eén grote partner. Op school is een partnermarkt. In de scouts, in de giro is een partnermarkt. Je gaat massaal uit. Alles is bijna een partnermarkt. Dat verandert toch wel eens dat je de 35 voorbij bent. Dan heb je niet overal loslopend wild, om het zo te zeggen. Dat wordt kleiner, die partnermarkt. En dat wordt dus moeilijker. Waar is die partnermarkt dan? Nog een stukje vrije tijd? Ja. Aan de toog, bij de voetbalclub, als uw kinderen aan het shotten zijn. Of op uw werk. Daar vind je nog nieuwe mensen. Maar het wordt moeilijker. En we zien dat bijvoorbeeld, het feit dat het moeilijker wordt, we zien dat bij jonge mensen, bij die eerste partnermarkt, zien we heel sterke homogamie in opleidingsniveau bijvoorbeeld. Waar gaan de hoger opgeleiden uit? Op vuiven van universiteiten. Dus wie komen ze daartegen? Andere mensen van de universiteiten. Dus zelfde opleidingsniveaus komen elkaar voortdurend tegen en je krijgt een homogamie in opleidingsniveau. Op die tweede partnermarkt verdwijnt dat. Dan krijg je veel sterkere heterogamie, wat eigenlijk een teken is dat het veel moeilijker is om die partners te vinden. En wat is dan het verhaal met die slimme vrouwen die geen lief vinden? Wat is daar dan het verhaal? Wel, nood, aantrekkelijkheid, gelegenheid. Laten we eerst kijken, want de vraag is, waarom vinden die hoogopgeleide vrouwen geen lief? Terwijl, als je goed geluisterd hebt, dan zou je verwachten, eigenlijk zijn het de lager opgeleide vrouwen die een probleem hebben. Want lager opgeleide vrouwen hebben veel vaker geen job, hebben veel vaker het hoederecht of de zorg voor de kinderen. Dus allemaal factoren die hen minder aantrekkelijk maken op die arbeidsmarkt. En toch vinden die wel een lief en niet die hoger opgeleide. Dat ligt aan de mannen. Het is de schuld van de mannen. Waarom vinden hoger opgeleide vrouwen op die tweede partnermarkt geen lief? Omdat mannen heel sterk op zoek zijn naar een vrouw die minder inkomen heeft of minder hoog opgeleid is. En die markt is al zo krap. Dus die lager opgeleide vrouwen die vinden hoger opgeleide, rijkere mannen. En wie blijft er over? Die hoger opgeleide vrouwen. De markt is leeg. Hoger opgeleide vrouwen na 35 of 40 jaar hebben het bijzonder moeilijk om op de tweede partnermarkt een nieuwe partner te vinden. En leert ons dan nu iets over de eerste partnermarkt? Ga ik terug naar de jongeren hier in de zaal. Leren jullie hier nu ook iets uit? Ja. Ja. Want we weten dat de laatste jaren meisjes altijd maar hoger en hoger en hoger opgeleid zijn. Dus wat zien we komen? We zien ook op de eerste partnermarkt een overschot aan hoogopgeleide meisjes komen. Die gaan moeten vechten voor de hoger opgeleide jongens. Dus conclusie, meisjes. Haast u. Haast u, want de hoogopgeleide jongens zijn bijna op.